De man die vorig jaar in Utrecht zijn 24-jarige ex-vriendin heeft doodgestoken, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar en TBS met dwangverpleging. De rechtbank vindt bewezen dat er sprake is van moord. Er was een vooropgezet plan om zijn vriendin te doden. Hij heeft een mes meegenomen, is naar haar woning gegaan, heeft haar daar opgewacht en vervolgens heeft hij haar tientallen malen gestoken.